De eerste keer zit je met iemand die heeft voor het eerste keer een strafblad en die is daar helemaal van, hoe, ik heb spijt en hoe kan ik dit verbeteren? En hier zitten jongens die, nou ja, eerder een strafboek hebben dan een strafblad. Ja. Ik ben vandaag reclasseringswerker en volgens mij kunnen jullie mij zien. Hoi Roy. Hi. Jij bent reclasseringswerker. Dat klopt. Wat houdt reclassering eigenlijk in? Reclassering houdt eigenlijk in dat mensen die een delict hebben gepleegd bij ons op gesprek komen. En ons doel is om te voorkomen dat ze nog een keer de fout ingaan. En zometeen gaan we samen een gesprek voeren. En hoe ben je er nou op gekomen om reclasseringswerker te worden? Ik heb hiervoor bij de recherche gewerkt. Ik merkte tijdens die opleiding dat ik toch het verhaal achter de cliënten miste. En toen zag ik eigenlijk dat me dat veel meer aansprak. Nou, fijn dat u er bent. Hoe gaat het met u om te beginnen? Gewoon, niet zo goed. Kijk, op de avond zelf, hè, want u bent van meerdere vernielingen, wordt u verdacht. Kunt u eens teruggaan naar die avond zelf en wat waren uw gedachten? Gewoon heel kwaad, heel boos. Ja. Met dat stuk glas toch in mijn hand, gebeurde het gewoon. Goed, we hebben in ieder geval voldoende informatie over u om een advies te kunnen formuleren. Wij gaan hier in ieder geval mee aan de slag en dan wil ik u danken voor uw komst. En? Ik vond het best wel een pittig gesprek. Maar wat ik heel erg bij mezelf merkte, is dat ik een beetje medelijden met hem kreeg. En dat ik dacht, ja maar jij hebt dat allemaal gedaan. En dat ik hem op een gegeven moment zielig vond. Grappig is dat, hè? Ja. Ja. Heb je ook wel eens mensen die totaal geen berouw hebben? Ja, absoluut. Die zie je ook. Ja, mensen die ook totaal geen spijt hebben van hun daden. Die blij zijn en trots zijn op wat ze doen. Ja, die komen we ook tegen. En wat doet dat met jou? Ja, een soort van irritatie krijg je dan ook. En het is vooral belangrijk dat je oplet dat je niet in een gesprek die irritatie te veel laat merken. Ja. Nou, we hebben natuurlijk net het gesprek gehad. Wat is dan de volgende stap die je doet? Nu gaan we achter de computer in ieder geval alles van het gesprek invoeren. Het is belangrijk dat we referenten bellen en gaan controleren wat er van het verhaal eigenlijk ook klopt. En dan gaan we een advies in ieder geval formuleren. Nou, gezien de tijd, Lonneke, gaan we door naar onze volgende afspraak. Dus we moeten ons gaan haasten voordat we daar te laat zijn. Oké, ik weet nog niet waar we naartoe gaan. Nee, dat is een geheim. Ja. Heb je nog tips voor mij? Het is als reclasseringswerker belangrijk dat je goed kunt luisteren. Dat je in een gesprek een goede conflicthantering hebt. Dat je stressbestendig bent. En dat je ook een goede coachende rol aanneemt. Ja, nou dan ga ik die maar eens aannemen zo. Is dit nou echt de gevangenis? Dit is de gevangenis. Van Vught? Ja, PI Vught. Oké, ik kan niet geloven dat ik de gevangenis van Vught inga. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft heel veel woninginbraken gepleegd. Dus ik ga aan zo'n zware jongen het definitieve advies geven om hem weer terug te krijgen in de maatschappij. Ja, inderdaad. Ik hoop dat ik nog terugkom. En? Ja, dat vond ik best wel heftig. Ja? Ja, je gaat zo'n door dat gebouw heen en ga je door allerlei verschillende beveiligde poorten. En dan zit je uiteindelijk echt zoals in de films in zo'n kamertje. Komt er een boef binnen, zeg maar. Wat vond je nou anders aan het vorige gesprek als dit? De eerste keer zit je met iemand die heeft voor het eerste keer een strafblad en die is daar helemaal van, hoe, ik heb spijt en hoe kan ik dit verbeteren? En hier zitten jongens die, nou ja, eerder een strafboek hebben dan een strafblad. Ja. Dit was iemand die zich erbij neer had gelegd dat hij gewoon een dikke vette straf had. Ja. En weet je wat ik ook heel bizar vind? Dat eigenlijk heb ik net met echt een grote jongen gewoon zitten lachen en grapjes zitten maken, terwijl hij weet ik niet wat allemaal gedaan heeft. Dat is gewoon mensen die hier zitten. Dat vind ik een hele mooie conclusie. Het zijn inderdaad gewoon mensen en dat maakt het werk ook mooi. Adviezen die je eigenlijk aan hem gaf waren heel praktisch en duidelijk voor hem. Daar kan hij ook wat mee. En hij had ook het idee dat hij serieus gehoord werd door jou. Dus dat is een compliment. Nou, je bent echt een maatschappijverbeteraar eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel heel cool werk. Nou, laten we hem achter ons. Helemaal goed.